Mensen met een bijzondere hobby. Nou, daar zijn er een heleboel van. Een van hen is Rijn Muntjewerf. En hij verzamelt testbeelden vanuit de hele wereld. En daar is hij dag en nacht mee bezig. Marijke ging hem eens opzoeken in de Middenbeemster. Bijna heel Nederland heeft tegenwoordig de kabel om radio- en televisiesignalen te ontvangen. Deze antenne, midden in de Beemster, is dan ook op zijn zachtst gezegd wat opvallend. Deze antenne hoort bij dit huis van de heer Rijn Muntjewerf, die als hobby heeft het ontvangen van tv-signalen uit de hele wereld. Kortom, als de heer Rijn Muntjewerf een testbeeld uit bijvoorbeeld Polen op zijn televisie ontvangt, dan is zijn dag helemaal goed. Wij gingen bij Rijn Muntjewerf op bezoek, bijvoorbeeld om te weten te komen hoe je überhaupt aan zo'n hobby komt. Nou, die hobby die is ontstaan in 1961. Ik had een oude tv gekocht van een handelaar hier in het dorp. En die zei dus, jij mag niet aan die kanalen kiezen draaien, dan gaat die stuk. Ja. Nou ja, wat die mag doe je juist. Dus ik klik, klik, klik. En ja, op een gegeven moment, een paar dagen daarna, Spanje. Op het beeld met stierenvechten. Ik denk, dat is leuk. Wat is het verste land wat u Australië. Dat was voor zover ik dus nog weet in januari 1980. Dat was een hele happening, dat kan ik dus wel zeggen. Ja. Wat is trouwens die datum wat nu in beeld staat? Die gaat er dus elke dag opnieuw op met een stiftpen. En dat is dus voor de foto's. Ja. En die komen dan, op de foto komt dus de datum in het beeld of tijdbeeld of wat dan ook. Ja. En wat doet u met die foto's? Die worden allemaal ingeplakt in diverse boeken. En die worden ingeplakt dus op kanaal. Op kanaal? Op kanaal, bijvoorbeeld op kanaal 21, daar zit Monschau en Oitien en van het ZDF dus en zo gaan we door. En van Frankrijk Lille. En, die worden dus per kanaal worden ze allemaal ingeplakt. En hier heb ik dus de topper van 1980. Dat was dus de ontvangst van TV Guiba. En dan ben ik de enige in West-Europa die dat gezien heeft. Hoeveel testbeelden heeft u nu zo bij elkaar in die 30 jaar? Ongeveer 1750. Zenders dus. Allemaal verschillende zenders. Ja. Uit 55 landen en 5 continenten. Dat vind ik toch wel leuk om even te zeggen dan. Zou u mij een beetje willen uitleggen wat al die knoppen nou doen? Ja. Zo. Wat is dat? Dat is de kanalenkiezer. Ja. Die komt weer uit een hele oude tv vandaan, van een bekend merk. Heeft u dat allemaal zelf in elkaar gezet? Nou, nee, dat doe ik wel met kennissen die dus meer technisch zijn dan ik. Hoe reageert nou uw vrouw en de omgeving op uw hobby? Oh, die zijn het al gewend. Die zijn het al gewend. Ja, toen ik begon, toen kreeg ik veel commentaar. Wat moet je met die rommel allemaal? En, het heeft helemaal niks, geen zin. Ja, het heeft zoveel zin dat ik het leuk vind. Dus dan doe ik dat gewoon. Elke doet elke dag paar per dag. En dan kunnen we dus tot 23 meter. Ik heb dus een contact in Frankrijk, maar ja, die is er helaas niet meer. Dus. En houdt het op. Hier bijvoorbeeld de tapebeelden van Ierland. Nou, die zie je op de kabel niet. Nee. Als mensen het nou een vreemde hobby vinden, hoe zou u daar dan op reageren? Nou, heel laconiek. Dan zeg ik, nou ja, u mag het vreemd vinden, maar ik vind het leuk om die hobby te hebben. En die hobby te doen. En bovendien geeft het veel persoonlijke contacten met mensen.
En die moet je dus hebben. Je moet contact met mensen hebben, anders ga je solitair leven. En dat vind ik dus niet zo aangenaam. Dus contact met anderen, de hobbyisten, dat vind ik leuk. Vrij. Je hebt dus geen grote gebouwen om je heen, alleen wat bomen. Ten eerste is het een hobby en ten tweede is het een soort verslaving. Ik vind het leuk om te doen, dat is de hoofdzaak. Misschien is dit wel het enige uurtje dat de heer Muntje...